Ik las in de krant dat het Museum Verhaar, dus de nieuwe conservator, eigenlijk wilde daar hedendaagse kunst brengen. En ja, ik vond dat moeite om te doen ook. Dat ik veel wat poëzie had en zo, en die polypses te maken. Ik heb die daar gecontacteerd. En, ja, na veel zo wat aarzelingen en besprekingen heeft hij dan toegestemd en dan heb ik over jou gesproken. Zo is het eigenlijk begonnen. Gewoon in de krant gelezen. Ja. Maar een beetje probleem vond ik, hè, toen ik de ruimte zag, ik vind dat het heel mooi ingevuld is, maar het is zoals een doos. Hè. Ja. Je komt in een soort, met permissie gezegd, een klaargemaakte ruimte, ja, waar elke vierkante meter eigenlijk al bepaald is door de vormgever. En ik ken jouw werk al jaren, we zijn al jaren bevriend, die grote doeken die kunnen daar dus niet staan. Die palimpsesten die kun je klein maken natuurlijk, dat hebben we ook al gedaan in allerlei formaten. Maar er moet toch een zekere monumentaliteit zijn die typisch is voor jou, voor Woeste Willy of Wilde Willy. Jij werkt graag met ruimte, je zit hier ook in een enorme ruimte. En nu moeten we samen iets gaan doen, of enfin, jij vooral, hè, want een tekst die hoeft niet klein of niet groot te zijn, die zit eigenlijk voornamelijk in het hoofd, maar jij moet een werk maken dat daar past. Dat is een probleem. Ja, ik moet mij dus beheersen eigenlijk. Dat is het. Kwestie van, ja, misschien niet direct uitbundigheid, maar misschien wel formaat alleszins, ja, want in het begin heb ik mij een beetje laten gaan en ben ik daar met objecten begonnen die al tamelijk monumentaal waren. En heb ik gedacht achteraf, als dat daar moet hangen, dan gaat dat niet zo gemakkelijk gaan. Dus moet ik mijn formaten kleiner maken, smaller en zo. En dan hebben we ook die kastjes waar dus kleine boekomslagen kan verwerken, hè, en erin leggen. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk, het is geen gewone tentoonstellingsruimte. Alles is eigenlijk voorzien voor Verhaeren, ja, die daar in zijn intiem kader zit. En eigenlijk is het merkwaardig dat hij, dus dat Rick hem rechts daar ook een tentoonstelling in daar buiten doen, in het intieme kader van... Ja, maar wij sluiten eigenlijk heel dicht bij Verhaeren aan. Ik heb mij toch een paar maanden bezig gehouden, natuurlijk niet de hele tijd, met het vertalen van die gedichten die mij door David Gullentops zijn toegeschoven. En die ook in dat boek staan, wat hij mee heeft geredigeerd. Dus ik vond het fantastisch. Ik vind, Verhaeren is een moeilijke dichter. Hè? Het is einde van de 19e eeuw dat die man zijn jeugdgedichten schrijft. Zoals alle Franstalige Vlamingen willen ze beter Frans schrijven dan de Fransen zelf. Dus dat is een gezochte taal. Het is ook een empathische taal of een emfatische taal, dat wil zeggen dat hij met een grote megafoon eigenlijk schrijft. Het Nederlands is daar niet bijzonder toe geschikt. Wij zijn veel rustiger, veel meer, wij zijn minder retorisch dan de Fransen, in één woord gezegd. Maar ik vond het wel een uitdaging en bovendien, want dat is eigenlijk de kern van de zaak, jij en ik, wij hebben veel sympathie voor het anarchisme. Waarom? Wij willen vrij zijn. Jij wil vrij zijn in jouw schilderen, dat heb je altijd gedaan. Ik wil vrij zijn in mijn schrijven. En Verhaeren is eigenlijk de man die uit de burgerij kwam, uit de beter gesitueerde bourgeoisie, vandaar dat hij Frans thuis sprak, maar die het heeft opgenomen voor de kleine man en voor de gelijkheid. En niet alleen voor de individuele vrijheid, maar ook voor de sociale, voor het sociaal recht. Dus dat vind ik fantastisch. En ja, het feit dat we nu bezig zijn en de laatste hand leggen, want kijk eens, dat is wat jij allemaal hebt voorbereid. Ik heb het daarnet gezien, ik vind dat er prachtige dingen bij zijn. Dit gaat in de richting van de opstandige gevoelens, dat zijn krachten die zich ontladen, dat is dan meer intiem of meer iets wat als sourdine is, de treurigheid die ook uit die gedichten spreekt. Dus ik vind wel dat je helemaal erin hebt geschoven in Verhaeren. Dus het is eigenlijk, behalve typisch werk voor Van Eekhout, het is eigenlijk ook een ode aan Verhaeren, zoals ik ook dit als een soort ode heb gedaan, die gedichten vertaald in Nederlands. En laten we er nu maar aan beginnen. Hè? En, ja, ik kende eigenlijk Verhaeren niet zo goed. Ja. Maar door zo'n stilletjes aan, ik had van Rick dan een aantal boeken gekregen. Ja. En dan toch wat die poëzie aan het lezen geweest, dan heb ik inderdaad de betekenis van Verhaeren beter gaan doorgronden. En ik heb hem dan ook leren appreciëren, ook wegens zijn stellingen, zowel in de zin van het trieste, van het sociale,
van Les Villes Tentaculaires, dus de stad die het land inpalmt en de industrie die opkomt en zo. Plus ook Les Riches Claires, Les Riches Reux, of wat is dat? Nee, ja. Met zijn vrouw, ook vrouwelijke kanten en zo. Ja. Maar eigenlijk was de eerste bedoeling van mij, van gewoon daar werken te hangen, die omtrent de poëzie draaiden. Mm-hmm. Dus hij weet wel met jou, met Willem Roggeman, met Goswin, ja, en Guy van Oven, weet je wel, gewoon maar die daar al hangen, omdat dat ook allemaal om poëzie draait. En omdat die al gemaakt waren. Want nu, wegens het feit dat Rick dus specifiek werk wil rond Ferrara, moet ik dus allemaal nieuw werk gaan maken ook. Ja. Op zichzelf is dat allemaal positief en boeiend. Maar eigenlijk zijn er al zoveel gemaakt met poëzie. Weet je, we zouden eens een grote overzichtstentoonstelling moeten opzetten met al de palimpsesten die je gemaakt hebt, met de verschillende mensen. Daar moet geen nieuw werk voor worden gedaan, maar er moet wel een kader worden gemaakt. Waarom? Heb jij met die mensen gewerkt? Wat was het verschil tussen die soorten werken? Dat zou boeiend zijn, maar dat is bijna een museale tentoonstelling. Of in elk geval een heel groot cultureel centrum. Dus dat is voor later. Laten we nu maar beginnen. Enfin, eigenlijk de laatste hand leggen aan wat er straks zal hangen. Hè? In de tentoonstellingsruimte, die dus, zoals we daarnet hebben gezegd, erg beperkt is. Het werk zal klein zijn. Het zal wel opvallend zijn door de kleur van Willy, omdat Willy de man is van de hevige, directe kleur. Hoewel hij ook en sourdine, zoals ik heb gezegd, kan werken. Dat wil zeggen, kalmer, rustiger, intimistischer. Net zoals Verhaeren zelf soms intimistische poëzie schrijft als hij aan zijn vrouw denkt, of als hij over de vrouw schrijft, maar dan weer woest als hij denkt aan de ongelijkheid en vooral aan de ellende, die verschrikkelijk was natuurlijk aan het einde van de 19e eeuw. Dat gaan we doen, hè. Wie? Ik ga beginnen. Bedankt voor al de pennetjes en de inkt die je weer hebt klaargelegd. Dus ik heb l'embarras du choix. Ja. Ik denk dat we moeten met tamelijk donkere kleuren werken. Ja. Kijk. Je hebt hier al opgeschreven, La Plaine en Borne. Ja, dat is goed, hè? Ik ben gisteren aan het repeteren geweest. Ja. Mm-hmm. Maar ik heb hier een hele hoop papieren. Ja. Is te zeggen, ik zou zeggen, repeteer maar eens wat. Mm-hmm. Probeer verschillende papieren, want ik weet niet of het allemaal beschrijfbaar is. En dan zullen we daarna in tekst beginnen op de voorziene papieren. Ja, dat wel. Kijk eens. En dat hier. Ja, ik zal die zo een beetje zetten. Ja, dat is goed, ja. Het gaat erbij. Alleen zie je het er niet om kan. Want er was niet zoveel ruimte. Ik moet alleen vragen hoeveel er uiteindelijk kunnen hangen. Ja. En desnoods... Maar dit is om in de kast te leggen, hè? Ja, maar niet alles, dat zal niet allemaal kunnen. Nee. Maar als ik er meer heb, dan heb ik er meer. Maar dat zijn altijd leuke dingen, hè? Dat zijn kunstwerken op zichzelf. Absoluut. Mooi ding. Dat is heel creatief. En natuurlijk met al muziek, de muziek van ons vader, ja, tot in hun treuren. Ja. Kijk eens, Vinnie, dat gaat toch, hè? Dat is goed, ja. Maar ik zal eens een klein beetje uitlopen. Ja, hè? Dan treuren de letters een beetje. Dan treuren de letters, allerlaatste. Ah, dat is mooi. Ja, dat heb ik verteld, maar dat vind ik zo mooi in het Frans. Nu et blanche de sein, je veux te voir marcher. Et te sortir de la matière. Tes pieds en s'avançant feraient de la lumière, et les hommes mourraient qui voudraient t'approcher. Dat is zo, de vrouw op een piedestal zetten, zoals de symbolisten dat konden doen. Dan ga ik nu stoppen. Dat is een mooi rood.
dat correspondeert ook een beetje met het handschrift van Verhaar, moet je zien, dat is eigenlijk heel erg. Ah ja, ja. Mm-hmm. Als je wil, twee lange zinnen ja. onder elkaar ja. en daar dan ook weer. In de mate van het mogelijke, want je kan hier moeilijk gaan schrijven, misschien niet. Maar ik kan iets kleiners doen, maar daar kan ik helemaal tot aan. Probeer je desnoods zelf te schrijven, dat mag ook. Want dat kan ook steeds niet. Onder boven te schrijven, dat kan misschien wel, hè. Zo duidelijk zijn. Je moet er helemaal plaatsen. Dat nu omgekeerd in de ja, prachtig. Nu gaan we daar niet mee aan zo'n. Nu zal ik dat weer doen. Ja, dat is beter. Dat is inderdaad beter. In Bordeaux, en hij was in Bordeaux gekleed. En ik ook een duur. Die toen ik op de deur van die klaar rechts. Dat is het staatsblad van 1813. Ik heb er veel boeken op. Maar dat zijn Frans. Ja, nee, nu niet toe. Ik moet daar wel tijd voor zoeken. Of wel schilderen willen, dat alleen ik wel overblijf. Ja, maar ik zal er u een aantal doen. Ja, maar dan weet ik niet over de juiste plaats. Ja, ik zal er u te veel geven en gewoon maar zien hoe dat uitkomt. Hè. Wat is er nog? Le Forge. Ja, ik heb het gezien. Ik moet dan hier boeken worden. Dat duurt dus een. In de jaren 60 had ik een zo'n kostuum helemaal. En dan zo'n kostuum, een tekstje. Ja. En hier gaat het over Rick Hendricks. Mag dat erop staan? Dat is van een telefoongesprek. Ja, ja. Ik schrijf hem gewoon verder. Wat dat eigenlijk interessant is, dat Verhaeren was zowel een dichter als iemand die heel veel met de kunst bezig was. Hij schreef heel veel kunstkritieken. En hij heeft zo vanaf de jaren 1885 tot de jaren 1910 was hij echt mee met alle mogelijke nieuwe stromingen in de kunstwereld. En eigenlijk de grote breuk, het begin van de 20e eeuw, de opkomst van de avant-garde, het cubisme, Le Fauve, allez, Le Cubisme vooral, Picasso, Matisse, daar is hij eigenlijk een beetje op afgehaakt. En wat dat we hier eigenlijk hebben, dat is eigenlijk het terug opnemen van die draad, eigenlijk van de avant-garde van het begin van de 20e eeuw. We zijn 100 jaar later en we laten eigenlijk Verhaeren daar terug bij aansluiten, zonder dat hij dat eigenlijk zelf gewild heeft, maar dat is nu eenmaal. Met de tijd wordt alles terug mogelijk en krijgt alles een zekere relevantie of relativering. En je kunt er nieuwe combinaties maken die voordien onmogelijk zijn. En dat is wel boeiende aan deze collage. Zo hoekig is het boeiend.
Is dat, en dat is ook origineel dan? Dat is origineel. Ja. Ja, Boenders is origineel en dat van mij ook, maar dat enkel wat van Verhaeren is een kopie. Ja. En dat is van Frans Mazereel. Die heeft, als Verhaeren is gestorven in 1917, in Rouen. Die wil er op de trein stappen en die trein die rijdt nog, stapte erop en dat veel tussen de wereld, dat was dood. En dan heeft Frans Mazereel eigenlijk gecondoleerd in die zin. Hij heeft dus een brief geschreven dat dat erg was. Dat was een stuk ervan. Want die heeft trouwens ook het fameuze portret gemaakt van hem in Aadsnijden. Dat is nou zogezegd de logo is van het museum. Ja. Thank you.